In Zundert werd ter gelegenheid van het eeuwfeest van de geboorte van Vincent van Gogh, in tegenwoordigheid van zijn neef en landgenoot, ingenieur van Gogh, door de commissaris van de koningin in Brabant, professor de Quay, een gevelsteen onthuld in het huis dat staat op de plaats waar Vincent het levenslicht aanschouwde. Van Gogh werd in zijn beginperiode geboeid door het vaak sombere landschap van zijn geboortestreek. Hij leerde er de bossen, de hei en de bewoners liefhebben en vooral pakte hem de noeste werkkracht van de eenvoudige boerenbevolking die een arm en sober leven leidde. In zijn tekeningen en schilderijen vindt men duidelijk de beelden van zijn omgeving terug. De kleine en bouwvallige hutten waarin vele landbouwers in die tijd leefden, schilderde hij vaak. Het harde leven van de bewoners beeldde hij verschillende malen uit. Hij probeerde er zich mee te vereenzelvigen. Daarvan getuigt de soberheid van de donkere kunst die zijn Nederlandse periode kenmerkt. In 1885 bezocht hij voor enkele maanden de Academie te Antwerpen, waar hij onder meer dit portret vervaardigde. Uit verlangen naar de warme natuur vertrok Van Gogh naar het Zuid-Franse plaatsje Arles. Zijn werken wonnen hier steeds meer aan kracht van uitdrukking. In een paar jaar schilderde hij hier enkele honderden doeken die voor duizenden een bron van schoonheid werden. Van Goghs leven was kort, hij werd slechts 37 jaar. Maar de werken die zijn naam dragen, zullen voor altijd herinneren aan deze grote kunstenaar.